Het ouderwetse kamperen is uit. Met alle andere recreatievormen in Nederland gaat het goed, behalve met de camping. Sinds 2002 keldert het aantal overnachtingen. Blijkt uit cijfers van het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme. Campinghouders worden nu gedwongen om creatief te zijn, om gasten te verleiden met nieuwe vormen van kamperen. Dat o zo gammele primusbrandertje. De vuile was wekend in de slaapbak. In de stromende regen met twee kinderen op een zeiltje in een krappe tent. Nee, dat is het niet meer. Kamperen is uit. In de tijd van de mooie resultaten, zeker over de volle breedte, die ligt toch een beetje achter ons. Dus het is best zwaar. Financieel is het zwaar. Want waren er in 2002 nog een dikke 55 miljoen overnachtingen op campings in binnen- en buitenland, in 2009 waren dat er nog geen 45 miljoen. De vakanties op vaste standplaatsen zakten van 35 miljoen in 2002 naar 31 miljoen in 2009. En kamperen in een gehuurde bungalowtent ging van 4 miljoen naar 2,5 miljoen. Kampeereigenaren hebben daar last van. Ja, we zien toch minder mensen in het hoogseizoen dan in het verleden. En of dat aan het weer ligt of aan de economie, het kan natuurlijk en-en zijn. Maar daarom proberen we in nieuwe vormen te investeren. Zoals bijvoorbeeld in deze luxe safari-tenten. Dit is glamping. Kamperen met glamour. Je zit in een tent, maar met een luxe keuken en een lichtbad en je eigen wc waan je je in een hotelkamer. En luxe heb je meer dan genoeg hier. Dus ik vind dan juist op de camping leuker met de kinderen erbij dan wanneer je in een luxe hotel zit. Want dan zit je toch op je kamer en dan is het allemaal een beetje geforceerd. Maar het hoeft niet per se luxe. Kamperen terwijl je in een boom hangt in een soort uitgedijde skippiebol is ook leuk. Of je gaat met de kids artcampen in drie futuristische bollen. Een leefbol met een kleine keuken en twee slaapbollen. Spreekt ook aan. Je komt met een verhaal thuis. Hè? Het is wat anders dan traditioneel. Nou, traditioneel. Toch zijn er diehards die zweren bij oude tijden. Het gebloeten kan ook leuk zijn. Hè? Ik zie het wel het positieve ervan in. Ja. Maar, zoals gezegd, deze man hoort wel bij een uitstervend ras.